Even een suikerloos ontbijtje voor mezelf gemaakt. Ik zit bijna de hele dag thuis. Oké. Hoi, goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken naar deze videovlog. Gaan we beginnen met een weekvideovlog. Het is vandaag dinsdag en als je het leuk vindt, doe dan alvast duimpjes omhoog. Ik heb even een suikerloos ontbijtje voor mezelf gemaakt. Met melk, een verkoren brood met kaas, 2 stuks en 2 mandarijntjes om een vitamintje binnen te krijgen. Ik heb eigenlijk helemaal niet heel veel trek. Maar ik moet wel goed eten, want ja, dat heb ik de afgelopen dagen niet echt goed gedaan. Omdat ik met van alles aan en in mijn hoofd zat natuurlijk, vanwege Teddy. Ik hoop dat jullie mij een beetje door het licht goed kunnen zien. Volgens mij aan deze kant zien jullie mij net iets beter. Volgens mij aan de andere kant is het net wat donkerder. Ik zet ondertussen even de tv aan en dan ga ik straks even vlogs bekijken en ontbijten. Remco die heeft alweer de tv niet goed afgesloten, zie ik. Gekkie. Maar dat maakt niet uit. Zo. Ik zal even een kleine update geven van Teddy. Volgens de artsen gaat het al een heel stuk, wil ik niet zeggen. Een klein piep beetje beter met haar. Wel is het zo dat ik dat niet zie. Want hoe we haar zeg maar uit de auto troffen afgelopen zaterdag. Zo was ze gisteren, want kon ik naar Teddy toe om te kijken. Gelukkig op bezoek gaan. Zoals ik haar trof gisteren bij de dierenziekenhuis. Zo brachten we haar ook weg naar de huisarts. Anthea die haar toen naar de dierenziekenhuis heeft gebracht. Zaterdag nacht, avond nacht. Toen was het zo dat Teddy nog meer achteruit was gegaan. Dus zij heeft Teddy in veel slechtere toestand weggebracht. Dus voor mij zit er geen verbetering in, voor haar wel. Voor de rest is het eigenlijk gewoon afwachten. Ze kunnen helaas niet haar onder narcose brengen om te kijken of ze iets aan haar hersenen heeft. Dus het is 50% kans dat het haar hersentjes zijn. 50% kans dat het... dat het een vergiftiging is. Maar dat kunnen ze en mogen ze niet met alle zekerheid zeggen. Ook in verband met even een slokje melk tussendoor. Dat mocht ze wel vergiftigd zijn. En bij haar bij wijze van spreken dan narcose toedienen. Om te kijken of er iets mis is in haar hersens. Dan geven we haar weer vergif en dan gaat ze eigenlijk praktisch nog dood. Dus... dat moeten we niet hebben, kunnen we niet hebben. Dus ze hebben gezegd van, nee, dat gaan we niet doen. Dus eigenlijk weten we nog niks. Ja, dus dat is echt heel vervelend. En ik vond het ook heel erg om haar gisteren daar achter te moeten laten. Dat vond ik echt niet leuk. Ze is mij wel mijn meisje, weet je, mijn hondenkindje. Dus dat dus merk ik gewoon ook als ik het over praat, dat ik er dan gewoon ongelooflijk moeite mee heb. Is ook wel logisch natuurlijk. Jullie zullen misschien ook afvragen hoe het met mij gaat. Kut. Ik weet ook niet meer schelden, maar het is gewoon zwaar kut. Ik zit natuurlijk ook met die bekkeninstabiliteit. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik gelukkig wel weer een weg heb gevonden. Dat ik een beetje kan lopen. Slepen meer.
Ik schuif een beetje zo met de voeten over de grond en dan gaat het wel. Ja, voor de rest is het gewoon zwaar kut. Dus ik heb ook eigenlijk gewoon zin om gewoon iedereen om mij heen gewoon even lekker weg te drukken. Ik doe het niet, behalve mijn moeder of zo, mijn ouders zeg maar, en Remco's moeder en dan mijn begeleiding, dan dat valt wel mee. Ook al heb ik ook wel zin om hun weg te drukken, maar die drang is minder erg of zo, maar de rest om me heen. En Remco natuurlijk, vergeet Remco, sorry Remco. Remco die, ja, wij wonen samen, dus dat gaat ook moeilijk, maar is ook anders zeg maar ja. Bij de rest heb ik echt gewoon. Ja, er zijn echt wel, ik heb echt wel lieve mensen om me heen. En zeg ik allemaal van, als er iets is of ik wat voor je kan doen, moet je het zeggen. Enzovoort, enzovoort. Maar ik weet niet. Ik heb gewoon het gevoel dat iedereen om me heen weg wil drukken. Dat ik gewoon helemaal niks wil, zeg maar. Ik weet het niet, echt niet. Dus ja. En dan heb ik nog mensen waarvan de meningen zijn verdeeld en die dan ook nog doodleuk zeggen, bijvoorbeeld van ja, straks met het kindje erbij wordt het nog zwaarder. Maar dat heeft hier nou even niks mee te maken, denk ik dan. En ik ben er heus wel van bewust dat het allemaal niet makkelijk gaat worden. En niemand heeft het ook gezegd. Maar om dat dan al nu nog even weer even keihard op te drukken, dan denk ik van is gewoon even niet nodig. Ik heb het voor nu gewoon zwaar genoeg en ik moet me hieruit zien te redden, weet je wel. En dat is gewoon fucked up. En dan denk ik van, om nog zulke antwoorden en zo te geven, dat is best wel gewoon, ja, niet nodig, vind ik. Maar goed. Ja, ik ga even YouTube kijken voor afleiding, want ik krijg het behoorlijk zwaar. Ik wil gewoon even hier niet meer over hebben. En ik ga even mijn boterham eten. Het is inmiddels alweer vrijdag. Ik heb eigenlijk again de hele week niet gevlogd. Maar goed, ik vind het ook lastig. Wat moet ik vloggen? Ik zit bijna de hele dag thuis. Als ik even weg ga, is het misschien even wandelen of zo, of naar de supermarkt. Nu zit natuurlijk nog steeds met corona. Maar ik zit ook met mijn bekkeninstabiliteit. Voor de rest is het misschien goed om te vertellen dat ik bij de gynaecoloog ben geweest. Ik weet niet eens of ik dit al heb verteld, maar het is dus dat ik waarschijnlijk 38, 39 weken ingeleid ga worden. Omdat ze vinden dat ik niet langer met deze pijn hoef te lopen. 36 weken moet ik op gesprek komen of ik dat nog steeds wil in de achtersta of dat ik toch wil wachten. En zo niet, dan gaan ze mijn datum plannen dat de baby mag komen. Oh ja, en ik heb mijn vlechtjes eruit gehaald. Het werd weer een keer tijd. Even update over Teddy. Het update is eigenlijk dat het nog steeds hetzelfde is. Ik weet het niet goed, want ja, ik zie haar niet, helaas. Ja, ik weet alleen dat ze nog steeds trilt en heel gek doet. En dat het heel lang kan duren. En dat is eigenlijk het enige wat ik kan vertellen. Helaas pindakaas. Maar het is niet anders. Ik baal er zelf ook van. Maar ja, wat moet ik doen? Voor de rest was ik van plan om even lekker YouTube te gaan kijken. En mijn nagels te doen. Die ga ik even opvullen. Want ik heb wel, ja, flink niet. Maar ik heb wel uitgegroeid. En ik vind het er niet meer echt heel mooi uitzien. Dus ik ga mijn nagels opvullen. Dat is wat ik ga doen. Is.
Oké. Ik druk hem aan terwijl ik gewoon nog bezig was met die klepje en zo uit te kleppen, dus dat ziet er heel raar uit. Wat? Mevrouw. Oh ja. Wij komen net terug van de verloskundige en ik word helaas doorgestuurd naar de gynaecoloog, want het is niet anders. Met mijn suiker. Dus we gaan het meemaken. Ik vind het allemaal prima, jongens. Ik heb tevreden mee. En voor de rest ga ik even een serietje of zo aanzetten. Remco, die is daarachter, ergens. In de keuken. Remco. Oh. Wat laat je vallen? Nou, niet zo gescheld, hè. Mag ik voor jou ook niet op de camera? Waarom laat je dat dan opvallen? Maar Remco die gaat even lekker frikandelletjes van me bakken. I have hungry. Dus dat. Iedereen. Goedemiddag, het is vandaag zondag. En ik loop even naar de badkamer toe. Want ik wil even laten zien in de spiegel. Kijk. Mijn baby belly voor nou. Ik ben echt oprecht blij met mijn baby belly. En zoals je ziet, kan ik weer mini staartjes maken. Ik weet niet of je het een beetje goed kunt zien zo. Ik denk daarvoor weer dat ik beter mijn camera om kan draaien, maar misschien deze spiegel. Oh my god. I'm so happy with that. Twee kleine mini-staartjes. Oh mijn god. Ja, daar ben ik echt blij mee. Hij stelt even niet scherp, nu wel, ja. Check. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee, want dat betekent dat mijn haar weer goed groeit. Ja, het is vandaag zondag. Even kijken, heb ik iets bijzonders gedaan? Nee. Kijk, ik heb hier een paashoekje gemaakt. En daar nog wat. En ik hoor trouwens dat de wasmachine klaar is, dus die moet ik zo even in de droger doen. En ja. Ik heb eigenlijk dit weekend niet zoveel gedaan. Tenminste, ja. Vooral Teddy missen. Is echt fucking ondraaglijk gewoon. Hoe erg ik haar mis. Het is echt ook irritant aan het worden. Maar goed. Hoe het met Teddy gaat, ik heb geen idee. Ik vraag er wel een naam, maar ik word niet echt specifiek heel goed op de hoogte gehouden. Als ik vraag hoe het gaat, dan krijg ik mijn antwoorden als ja, een klein beetje beter. Maar dan weet ik eigenlijk nog niks. Dus, maar goed, maakt niet uit. Voor de rest zijn John en Yola gisteren even hier op bezoek geweest. Dat was echt heel erg gezellig. Even afleiding. Ook al moet ik wel heel eerlijk zeggen wat ik laatst ook al in de vlog zei van sluit me liefst gewoon voor alles en iedereen af. Maar ja, dat kan gewoon niet. Ja, ik heb mijn nagels. Heb ik weer opgevuld. Dat heb ik gedaan van de week, afgelopen week. Oh ja, dat is wel leuk om te vertellen nog. Laatst had ik het over dat ik naar de vastpoli wou gaan om te kijken. Om daar mij te laten onderzoeken. En ik heb officieel goedkeuring gekregen. En 22 maart of zo heb ik daar een afspraak. Dus bij de vastpoli. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Heel spannend. Heel veel zin in. Maar wel echt heel spannend. Dus ja. Daar verheug ik me wel op. Of ja, verheugen. Ik bedoel, ik wacht er al best wel lang op voor ik naar zo'n poli kan gaan. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Ik ga voor nu deze videovlog afsluiten. En jullie heel erg bedanken voor naar deze vlog te kijken. Want ik ga even de was in het droge doen. En dan ga ik deze vlog editen en klaarzetten.
En dan wens ik jullie een fijne week toe. En niet te vergeten de duimpjes omhoog te doen. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Het is geheel gratis en je zou mij er echt heel erg een plezier mee doen. En dan zien jullie mij weer bij een nieuwe videovlog. Ciao mensen!